Hallo, ik ben Arjan en hier tegenover mij staat Louis. Hallo. Daar links van staat Jordi. Hallo. Daarachter loopt de trap op Jan. Hallo. En heel erg stiekem in een hoekje verstopt, maar we zien hem allemaal toch nog. Hij denkt dat net als wij hem niet zien, dat als hij ons niet ziet, dat wij hem dan ook niet zien, zeg maar. Weet schiet je wel, maar, hem. Dat is Paul. Hi. Hoe doet hij dat toch, ja. Welkom terug bij Tilia Craft aflevering, ik heb geen idee. Zou het niet inmiddels een kiddie 100 raken? Misschien zit het wel aflevering 100. Ja, volgens mij zit het er allemaal overheen, joh. Ja, zou het? Wel. Ik heb geen idee, ik ben het wel kwijtgeraakt. Anyway, elke aflevering is maar even dierbaar, dus gaan we niet de bijzondere dingen doen, denk ik. Maar wat wel heel bijzonder is, is dat wat hier achter mij staat. Oei. Want we gaan vandaag even kijken in de keuken bij Louis. Ja. Keuken gebouwd? Hallo! Nou, hij heeft niet kleine, een keuken gebouwd. Kleine toelichting. Dit is echt, deze server heb ik echt het minst gebouwd. Dus alles staat in de stijgers. Alles staat in om de stijgers? Ooit, ja, en om ooit af te maken, zeg maar. Nou, misschien, nou, misschien kunnen kijkers dat vroeger laten gaan afmaken. Ja, ja, wij wijzen van. Dus ik zou zeggen, volg. Dit, we kunnen kijk, hier trouwens even voor de mensen die dit... Daar kom je dus op uit. Als je gewoon bij Jan wegloopt, dan kom je dus daar op uit. Dus ik dacht, hey, wacht even, dit is wel weer een leuk plekje. Weet je? Ik hou van het water. Tenminste, totdat mijn pc het niet meer trok aan het water. Maar hey, nu maar, wel weer. Er is in de Nether ook een makkelijke manier om bij jou te komen. Ja. Okay, maar ja, makkelijk is het niet, Jan. Nee, maar dan mensen... Jan heeft het makkelijk gemaakt. Mensen kunnen in principe alles hier op de map vinden via de Nether. En dat is het is denk ik op de Nether, door de Nether heen bijna net zo ver lopen als over land, hoor. Oké. Okay. Anyway, goed. Goed. Wij komen hier. En jou, want je hebt gewoon niet zo... je bent niet zo heel actief geweest, zei je hier, maar ik vind het toch al aardig wat staan. Dus ik ik wou eigenlijk... De vorige server had ik een zandkasteelproject ook gestart. En dat hebben we niet afgemaakt, omdat we natuurlijk naar deze server gingen. Ik denk, dan ga ik het hier afmaken. Of ga ik het hier doorzetten. Dus ja. Ik ben echt begonnen met die toren die links aan jouw linkerhand zit, Arjan. Maar jij zit niet in een zandgebied, toch? We hebben toch geen woestijn in de buurt? Nee, je hebt wel achter dit bos waar je tegenaan kijkt. Met die, daar is gewoon één grote woestijn. Dus daar heb ik echt... Ja, die grotten die je gezien hebt bij Jordi in zijn kasteel... Die heb ik daar onder de grond in het zand. Zeg maar. Ah, cool. Cool, cool. Dus ik heb uren doorgebracht zonder tv-serie om alleen maar steen of zandsteen te hakken. Je hebt trouwens visite, Louis, zo te zien. Ja. Zie je dat? Hij is alweer weg. Oh, hij is bij, weer de weg. Bij de portal, ja. Dus er stond even een varkenszombie. Maar je hebt nu verderop een zandloze woestijn dus, zeg maar. Ja. Ah. Je hebt gebruik gemaakt van gekleurd glas. Ja, heel veel juist. Dat was een beetje het doel van, nou, laat ik eens... zoveel mogelijk gekleurd glas overal inzetten. Dus zeg maar, naast dat ik die toren bouwde, bouwde ik deze eerste ruimte. En vanuit deze eerste ruimte bouwde ik weer een hokje en weer een hokje en weer een hokje. En ja, cool. Zo is het eigenlijk doorgegaan, maar eigenlijk te weinig tijd gehad om het echt af te maken. Ik zou al lang gezegd hebben... Dat is heel mooi geworden. Ik zou al lang gezegd hebben, nou, ik ben klaar. Nee, kijk. Ik mis hier wel wat. Dus is nog van alles niet. Daar beneden is mijn zombie grinder. Ja, hier bij dat water, maar dan moet je gewoon hier. Hier zit een trappetje, staat ook een bordje op. Zombie grinder below. Dus daar. Engels ook, nice. Sorry. Ik vind dat echt het meest nutteloze wat er is, dat zombie vlees. Maar dat is ook vlees. Nee, echt. Zombie vlees, ik wou net zeggen, dat is ook vlees. waar is dat t-shirtje? Erg gezond. Ja, dus hier zouden dan... je ziet het niet verder. Als er zombies zijn, dan komen ze hier, dan komen ze uit. Ja. Je moet er zijn, hè? Anders je moet ze wel zien lijden, dat is wat leuks. Ja. Dat is toch mooi van grinders. Dat je die gasten die je altijd kapot maken, dat je gewoon eens even lekker rustig kan zitten kijken. Kijk, Jordi gaat vissen bijvoorbeeld, of die gaat even op zijn torens daar uitkijken. Het lijkt mij heerlijk om dan met zo'n grinder te staan en gewoon lekker relaxed te staan kijken hoe die gasten allemaal... Verzuipen, heerlijk. Ja, verzuipen niet. Ik moet hier echt tikken. Hè. Dit is nog de oldschool grinder. Nou ja. Dat is ook leuk. Precies, dat nieuwe wetse gedoe is niks voor jou. Maar dat zegt ook alweer iets over hoe lang ik zeg maar eigenlijk niet meer surfen ben geweest. Nou, ik kwam laatst een blok tegen waarvan ik dacht, wat is dit? Er zitten ook al drie versies in. Dus, Bedstone, Gold. Nee, dat onderwaterblok. Dat Jan op een gegeven moment in de Nether gebouwd. Ja. Er stond in de Nether op een gegeven moment zo'n raar blok. Wat is dit daar heel veel spul? Goed. Anyway. Kleine tour van wat de stad moet zijn. Dit is het... Muisgevoelig. Voorraad/bakruimte natuurlijk.
Ja. En natuurlijk zit er weer een torentje bovenop. Dit moet jou ook bevallen, Jordi. Dit is toch ook wel lekker symmetrisch. Ja, ik vind het echt prachtig. Het geeft heel veel inspiratie voor 1.9. Prettig. Prettig. Ja, weet je, Paul die doet altijd, zeg maar, zelf, maar ook denk ik deels op mij te sarren, zo min mogelijk symmetrisch. En dat doet hij echt niet om jou te sarren. Nee, hij is sowieso ook niet, hij is ook niet heel, hij is zelf ook niet heel symmetrisch. Dan zie je, kijk maar naar zijn ogen. Dat zegt al genoeg, ja. Oh ja, nou, hij is dat gewoon komt. Niet heel symmetrisch. Nee, maar weet je wat het bij mij is? Op een gegeven moment hoeft het voor mij niet meer zo. Ik vind het altijd leuk om een beetje symmetrisch te beginnen. En op een gegeven moment denk ik van, ja, jeez, moet ik weer, zeg maar, hier een hoekje, omdat ik daar ook een hoekje heb. Ja, dus je begint een mooie kamer. En die kamer is, zeg maar, die kamer is voor de helft gewoon super strak gestructureerd. Ja. En dan wordt het op een gegeven moment een Jan Boel. Precies. Ja, hoezo een Jan Boel? Jan die maakt het ook netjes. Ja, ik heb hier een mooi hokje voor, hoe heet het ook alweer allemaal dit? Oh, als je gaat lezen. Enchanten en... Je mag hier lezen in bed, zeg maar, s'avonds. Ja, je mag lezen in bed, ja. Oh, dat is leuk. Dat is leuk. En een ander kleurtje glas nu erboven. Ja. Rood en blauw. Ja, en geel. En geel. En rood, zie ik. En water. Kijk, en aan de andere kant... En dat zou dan, zeg maar, echt een soort kerk worden. Maar dat is nog niet... Nee, dat is er niet nog. Wat? Dus, oh, je zou een kerk... Maar ik loop helemaal naar de andere kant. Wacht even, je loopt... Ja, hier. Dit hier, met die bruggetjes. Er zitten allemaal bruggetjes hier. Oh, daar zie je. Oké. Kijk, en hier stoort Jordi zich aan, want die brug wil hij uit laten komen op dit stukje. Ja. En dat wordt hij knettergek. En dat wil ik het liefst ook, hoor, maar dat is... Wacht even, anders past dat niet mooi op, maar hier... Ja. Je loopt hier, zeg maar, nu zo tegen de muur aan. Ja. Oké, wacht even, we moeten even mooi weer maken. We hebben een goede groet aan, beginnen te regenen. Ja. Nee, het is alweer over. Gelukkig. Dus ik heb de torens hier, had ik heel wel gemaakt, alleen ja, hier zou dan een heel groot glas in lood dak komen met... Mooi. Maar er is nog tijd, hè? Ja, joh, er is nog een volgende server straks, zeg ik. Ja, precies. De nacht duurt nog lang, Louis. Oh. Ja. Waar is iedereen? Hier, ik viel alleen van je richel af. Ja, we lopen een rondje. Ja, even kijken. Ja, wat is verstandig om te doen? Nou, ik weet niet. Je had hieronder nog wat, zei je? Oh, daar zijn je. Oh, je had nee, hier... ik ben... Ja, kijk. Er zijn meerdere plekken waar ik heen ben gegaan. Oeh. Kijk, want daar was mijn eerste... Mijn eigenlijk. Daar heb ik dus wel zin in. Weet je waar ik het meest naar uitkijk in de nieuwe Minecraft, zeg maar? Mijnen. Gewoon lekker mijnen. Gewoon lekker. Kijk, hier had ik gewoon een mijntje. Dat is mijn. Dat is mijn zen-activiteit. Er valt verder niks te zien, hoor. Maar wat wel leuk is. Ik wil natuurlijk alles aan elkaar koppelen. Wat is die nou? Ja, ik ben. Arjan ziet me nog. Ik loop achter jou. Oh. Ik wacht even het water overheen. Want ik had juist die bruggetjes juist zo leuk gedaan hier. Hup, ik skip gewoon het hele stuk. Heerlijk. Ja. Zie je, dus ik had van dat pad uit vanaf de hoofdtoren. Ja. En dan zie je ook mooi dat zo eigenlijk een ronde kubus ertussenin is gebouwd. Oh ja. En heerlijk. Ja, eigenlijk van boven is het nog mooi, want dan is het echt een soort kruisformatie. Dat kun jij volgens mij alleen zien daar. Dat was een beetje toen... Oh ja. Oh, dat is inderdaad mooi. Oh, heerlijk, hé. Ook hier heb ik weer zo'n gevoel van bij The Witness, zeg maar, gewoon lijntjes trekken. Ik heb zin om met mijn vinger over Even kijken van begin naar het eind te gaan. Ja, maar dat is heel erg, als je dat spel speelt, dan heb je dat. Dat is echt waar, dan ga je dat overal in zien. Net zoals als je Portal gaat spelen, dat je denkt van, als ik aan die kant van ja, de kamer precies, wil komen. Dat, ja. Of dat je als je Assassin's Creed speelt, dat je op een gegeven moment bij kerkgebouwen denkt van, ah ja, hier kan ik ook wel opklimmen. Ja, hier echt. Kan ik omhoog. Ja. Maar, alright, ik zal de tour afmaken. Want wat ik eigenlijk van plan was, dat is eigenlijk ook weer dat chaotische. Dat eigenlijk voor de helft alles neerzetten en niet zoveel afmaken op een gegeven moment. Ah ja, story of my life. Maar ja, daarom. Dacht ik van, nou, ik ga hier. Ja. Je weet niet, wat is het? Het is dit voor steen waar we overheen lopen? Is het graniet of zo? Dit toch? Is graniet, ja. Ja, cool. Nee joh, dat is... Toch? Dat is, nee, dat is graniet. Dat is graniet. dit is niet graan. Kijk, hier wou ik dus een tempel gaan bouwen, maar dat is nog niet gebeurd. Goed, aardig wat gras hier. Het was volgens mij helemaal kaal, of niet? En hier aan de andere kant... That's what she said. Kijk. Het is wel een mooi plekje dit, hè, met dat water. Ja, daarom. En er is nog veel mooier...
Dus nog een veel mooier eiland verderop. Maar kijk, was dat al zo, Louis? Nee? Dat water, ja, dat was al zo. Ja. Niet dat ja, zo, dat maar, was al zo. Een mens van een paradijsje. Ja, en daarachter heb je dus helemaal nog een groot één berg in het water. En daar wou ik eigenlijk nog dit helemaal naartoe trekken. En daar eigenlijk een Uber-bouwsel opmaken nog. Maar het was wel een mooi plekje hier. Je bedoelt een taxibedrijf? Ja, ja. Ik wil zeggen, het hoofdkantoor van Uber. Het hoofdkantoor van Uber. Dus ja, ja, dit leuk, is... kijk, en dan ook weer, ja, dan is het wel een mooi opgelicht stadje daarachter. Tenminste, voor het gedeelte wat dan af is, is dan was altijd wel leuk om te kijken. Dat vind ik wel jammer, hè, dat je het stadje gaat oplichten. Cool, laten, ja. Laten we op de plek waar jouw tempel zou moeten staan, laten we daar een foto maken van onszelf. Oh, ik ga naar beneden. Oh, leuk. Dat ik vind die bogen wel mooi daar, links. Welke bogen? Ja, van de kerk. Ja. Oh ja, daar. Oh, ja. Ja, cool, maar er zijn hier wat bomen in de weg. Dat is ja, die bomen, die, ja, hoe die er gekomen zijn, die stonden er niet. Nee, stonden die er echt niet? Nee, ik had bijna alles weggehakt hier, denk ik. Laten we dan hier een foto maken. Met onze rug naar de stad toe zo. Dat is wel mooi. Vind je stad in het donker ook wel een mooi plekje? Hop. Ja, ik vind het goed hoor, zo. Prachtig. Oh, wat mooi. Oh. Zo. Ah, fantastisch. Hey. Zijn we nog aan het filmen of niet? We zijn al steeds aan het filmen. Oh, leuk. Even zo. Ik moet even zo terugzeppen hier naartoe. Louis, dit was hem. Ja. Ja. Lieve mensen, dit zou maar zo de laatste aflevering in deze Stilia kunnen zijn. Tenzij Jan zegt van, ik wil ook nog wat laten zien. Dan moet Jan heeft vast wat. Ja, Jan heeft zeker wat. Knal die portal in, Jan, daarachter. Nou, prima. Dan gaan we dat dus doen. Maar dat betekent dat we nog een aflevering gaan doen in deze wereld. Ik zit er hier in ieder geval dikke punt achter. Waar is Louis dan weer naartoe? Daar. Louis? Ja. Bedankt, man. Ja, geen probleem. Dit was heel leuk. Top. Mannen, leuk dat jullie meeliepen. Ja, het was gezellig. Ik vond het ontzettend gezellig. Au! Ja, jullie ook, hè. En, Nou, doei. Hey, tot volgende keer. Bye-bye. Oh, bye-bye.